En leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Tool Tracks, de enige echte natuurlijk. Nou, we zijn in Vogelenzang. Park Vogelenzang, ja, ik heb al een heleboel keer gefilmd. Maar ik was er al een hele tijd niet meer geweest. Dus ik had zoiets van, joh, laten we weer eens even lekker door het Vogelenzangpark wandelen. En eens even kijken of dat er nog dingen veranderd zijn. En ja, even nog genieten van het lekkere weer, want ja, ze hadden opgegeven dat het minder zou worden, dus ja, elke dag die we nog kunnen genieten, ja, dat is mooi meegenomen. En voorlopig kunnen we er nog van genieten, want voorlopig is het nog steeds, is het echt uitgesteld. Het is nog niet echt, ja, het is geen weer meer voor een korte broek, dat niet meer. Er is geen korte broek aan, maar ja, hoe heet dat? Het is nog wel lekker buiten. Ik loop wel in mijn t-shirtje. Dus ik moet wel uitkijken voor deze dingen. De brandnetels. Dus ja, we gaan in ieder geval weer even lekker wandelen, jongens. En ja, jullie hebben het al aan de titel. Hebben jullie het al kunnen lezen? Dat is dat ja, er weer. Ja, we moeten weer maatregelen genomen worden. En wat zijn die maatregelen? Daar ga ik dadelijk even alles over vertellen. Oh, hier over die vlaaien allemaal. Hier een bruggetje omhoog naar de wijk van Vogelenzang. Nou, normaal hebben we altijd hier tussendoor. Ik ga nou eens een keertje lekker een stukje verder lopen. Eigenlijk is even tot het einde lopen. Oh nee, nee. Ik heb het verkeerd. Volgens mij was dit. Nee, dit was het paadje waar we altijd liepen. Maar ik wil nou wel eens tot het einde lopen. Vind ik ook wel eens leuk om dat te lopen. Dus ja, we gaan in ieder geval. Zijn we weer even lekker aan het wandelen. En dat is wat ik in de volgens mij iets van 2 vlogs geleden vertelde. Ja, dat het toch wel weer lekker is om even te wandelen. Dat had ik al een hele tijd niet meer gedaan. En je wordt er zo ontzettend lui van. Het is gewoon even goed voor de conditie om even te wandelen. Dus ja, dat dus in ieder geval. Nou, in ieder geval. Ja, hetgene waar ik al een paar weken mee zit. En ik heb het al een paar keer heel kort in een vlogje verteld. Dat is dat ik dus geen mensen meer heb om vlogs op te nemen. Ik moet helaas weer vanaf nul beginnen. Ongeveer 6 jaar geleden begon ik met mijn YouTube kanaal. Begon ik mee. En ja, ik ben eigenlijk weer terug bij af eigenlijk. Om het zo te zeggen, ik ben terug bij af. Het is in ieder geval zo dat. Even wachten tot iemand. Komt iemand voorbij lopen? Even wachten. Dus de camera even zo. Zo. In ieder geval. Ja, ben ik na 6 jaar weer terug. Ja, terug bij af eigenlijk. Mensen die. Niet meer mee willen. Mensen die de boel. Ja. Die me dus niet meer ergens voor vragen. Mensen hebben geen tijd meer. Mensen hebben geen zin meer om mee te gaan met vlogs en zo. Die kermis in Hellevoetsluis, waar ik over vertelde, die gaat ook niet door. Dus daar ben ik gisteravond ook niet geweest. Ik zag later even. Later. Zag ik s'avonds wat laat op de avond zag ik dat, ja, dat ze wel zelf gegaan waren, maar niet mij uitgenodigd hadden. Nou, had wel leuk geweest als je me uitgenodigd had. Maar dat bedoel ik nou. Dat bedoel ik met de boel. Ja. Je doet me eigenlijk een beetje ja, tekort eigenlijk. Want ja, ik kan die vlogs heel goed gebruiken. En momenteel zit ik al niet echt aan meer aan veel vlogs die ik opneem. En elke vlog is meegenomen.
En als je dan achter mijn rug om toch gaat zonder mij te vragen, ja, dat bedoel ik nou. Dat maakt alleen maar, hetgeen waarom ik dus mijn Efteling abonnement opzeg, waarom ik dingen alleen voortaan doe, maakt het alleen maar sterker. Dat maakt mij helemaal niet uit. Want ja, mij heb je er niet echt mee. Maar de kijker heb je daar wel mee. En ja, ik ben dus ook weer genoodzaakt om gewoon 2 dagen tussen mijn vlogs te proppen. Waardoor een vlog dus later pas online komt dan dat is opgenomen. Ja, helaas. Sommige dingen zitten consequenties aan. En ja, aangezien ik door de week niet veel vlog, omdat ik natuurlijk op mijn werk ben. Ja, moet ik toch... ja, om de 2 dagen wil ik toch wel een vlogje online hebben op mijn YouTube kanaal. En dan gaan we dat maar weer gewoon, helaas gaan we dat maar weer zo doen. Ja, het is niet anders. Mensen die maken het zelf na. Ja, pretparken, kermissen, ja, niemand, er is bijna geen animo meer voor. Ik had heel graag nog kermissen willen doen, ik had heel graag nog pretparken willen doen. Maar het zit er momenteel gewoon niet in, omdat iedereen me een beetje in de steek laat. En ja, dan heb ik ook zoiets van, ja, nou ja, mij hebben jullie mee wel te kijken, wel mijn YouTube kanaal, want die heeft dan minder vlogs. En als ik nou vlogs opneem, dan is het pas weer, ja, na 2 dagen elke keer een vlogje. Ik vind het wel heel erg best, ik vind het wel heel erg scheten. Voor de premières hoef ik het niet te doen, daar keek toch al bijna geen hond meer na. Dus dat is nog niet zo heel erg probleem. Maar ja, ik mis het gewoon wel. Het is gewoon gezelliger om met meerdere mensen te vloggen dan dat je alleen vlogt. Dus, maar ja, als het niet anders kan, dan kan het niet anders. En ik heb nou gewoon een route waar ik nog nooit gelopen heb, joh. Ik krijg nou wat. Kijk, hier ben ik nog nooit geweest. Ik kan me dit helemaal niet herinneren, joh. Ik kan me dit echt helemaal niet meer herinneren. Ik heb de hik trouwens, heel irritant. Hier nog paardjes. Maar dat is ook wel eens leuk om eens even wat op te nemen waar je nog nooit eerder geweest bent. Dus ik ga hem heel even neerleggen. Zo, ja, daar ben ik weer, hè. Voor eentjes. Dus ja, dat is eigenlijk ook een van de grote redenen waarom ik dus niet meer naar de Efteling ga. En ja, zeiden een aantal mensen die zeiden tegen mij van ja, dan kan je toch alleen gaan. Nou, ik ben 1 keer ooit alleen in de Efteling geweest. Voor mij kennen jullie die vlog nog wel herinneren. Voor degenen die al lang kijken. Ik weet even niet meer wat voor vlog het was. Maar ik ben ooit, ben ik 1 keer in mijn uppie naar de Efteling geweest. Nou, ja, ik moest wat beelden schieten voor een podcast. Ja, kom eigenlijk ook bijna nooit van de grond. Kan ik ook beter eens een keer mee stoppen. Geen podcasten meer op mijn kanaal. Want daar heb ik ook weer het aantal mensen niet voor. Het is gewoon zo dat alle mensen me een beetje in de steek laten. En niemand is er meer. En ze hebben allemaal, hebben ze de woordje klaar en een grote mond. Van ja, op mij kan je bouwen, maar uiteindelijk kan je op niemand bouwen. En ja, dan ben ik er wel heel erg snel klaar mee. Ik ben echt ontzettend blij dat ik de keuze gemaakt heb om met de Efteling te stoppen. Ik heb er nog steeds geen... ja, ik heb er eigenlijk nog steeds geen spijt van. Integendeel, ik word alleen maar meer gepusht van... goh, ik heb echt een hele verstandige beslissing gemaakt. Want het wordt constant bevestigd door de mensen dat ze er dus niet zijn op het moment dat je een vlog wil opnemen. En ik kan best wel eens een keer begrijpen dat je 1 of 2 keer niet kan of zo. Of dat er wat tussenkomt. Dat kan ik me best voorstellen en daar kan ik me bij eigen best bij indenken. Maar ja, het is nu al de afgelopen maand is het eigenlijk al iedere keer is het eigenlijk al bal.
volgens mij zelfs al 2 maanden zo. Dat het gewoon elke keer bol is dat er mensen dus niet komen en niet mensen verstek laten gaan. En ik zet er nog zoiets van, ja, 1 of 2 keer, dat kan ik me nog wel voorstellen. En daar kan ik me eigenlijk echt best in vinden. Maar om mensen gewoon 2 maanden aan het lijntje te houden, ja, dan ben ik er echt heel snel klaar mee. Daar heb ik echt geen zin meer in. Dus ik ben alleen maar blij dat ik deze keuze gemaakt heb. Ik vind het echt een van de verstandigste keuzes van het jaar die ik gedaan heb. Ik ben blij dat ik gestopt ben. Ik heb er totaal geen spijt van. Ik ben er alleen maar blij om. En van de week dus de allerlaatste video. Als het goed is, kan ik misschien heel snel spoileren. Als jullie deze video kijken, als het goed is, ben ik dan net die dag geweest. Dus een woensdag dus. Een woensdag. Dus ik ben benieuwd. Ik ben reuze benieuwd. We gaan in ieder geval, wil ik er nog wel even een keertje een leuk dagje van maken. Ik wil een dag maken met herinneringen. Ik wil een beetje anekdotes vertellen. Van waar wat was en waar ik dingen beleefd heb. Waar ik dingen meegemaakt heb. Leuke dingen meegemaakt heb. Minder leuke dingen meegemaakt heb. Kijk eens jongens. Goh, kijk eens. Jezus. Zo. Nee, die liggen helemaal. Die liggen helemaal op zijn kantje. Kijk eens, hier liggen ook nog allemaal takken allemaal. Deze die steken gewoon helemaal over. Zo. Oh, daar zijn er ook een paar afgevallen. Dus ja. Ja, apart. In ieder geval, pretparken, dus kermissen, zal voorlopig dus niet meer gebeuren. Ja, ik heb het altijd graag gewild. Het ligt niet aan mij. Maar ja, je gaat niet alleen naar de kermis of je gaat niet alleen naar een pretpark. Ja, ik ken er mensen, een hoop mensen bij die dat doen. Maar ik vind dat helemaal niks om in mijn uppie overal naartoe te gaan. Dat vind ik echt 3 keer niks. Dit is trouwens ook wel een heel apart pad, dit. Dit is echt een apart pad, zeg. Ja. We lopen dus nog in het Vogelzoonpark. Maar ik kom echt op plekken waar ik nog nooit geweest ben. Je moet hier altijd wel heel erg uitkijken nu met tekenen en zo. Je wordt zo geprikt. Hier echt een heel klein paadje. Hier zit en het paadje loopt gewoon helemaal door. Dus ja, we gaan gewoon weer terug naar nul. We gaan weer helemaal overnieuw beginnen. Ik had gedacht dat ik in 6 jaar tijd een stuk verder zou zijn dan een stuk verder zou zijn dan 6 jaar terug. Maar helaas is het het is helaas niet zo. Het is helaas een pijnlijke constatatie dat dus dat het zo dus niet gaat zoals het hoort te zijn. En ik snap best dat er de mensen de groep een keer verlaten of dat er weer nieuwe mensen bij komen, maar ik vind het altijd trappant altijd dat er niemand bij komt en er alleen maar mensen weggaan. En de laatste tijd gaan de mensen echt met bosjes weg. Heb ik dan ooit iets verkeerds gedaan? Ik weet het niet. Maar het interesseert me ook eigenlijk helemaal geen bal. Eigenlijk ook. Het interesseert me helemaal niks. Oh, dit is lekker. Dit is lekker kut. Jeetje. God. Allemaal lezen zeg. Jezus. Allemaal die prikdingen. Kraag de tering. Ik weet niet waar ik nou al helemaal beland ben. Ik zie daar wel een vrouw lopen met een hond. Maar ik ben echt in de wildernis beland.
Ja, we hebben wel een aparte route hebben we nou. Misschien ook wel weer eens een keer grappig om een alternatieve route te doen. Ik hoop alleen niet dat hier water legt, want dan ben ik wel de lul. Ik denk dat ik hier maar uitga, want ik ben nou niet echt heel erg... Het is allemaal gras dit. Het is allemaal gras. Maar ik heb geen zin om een pak te halen. Ik hoop dat ik vanaf hier dus binnenkort binnendoor kan lopen naar het pad toe. Of dat er een sloot tussen zit, weet ik niet. Ik hoop het niet. Maar we gaan gewoon zo weer teruglopen. Ik vind het een beetje heel raar. Als ze dan zo'n pad gemaakt hebben, dan ineens halverwege houdt het pad op. Zo. Ik ben zaainat. En ik heb allemaal dingetjes aan mijn broek. Ik zal het zo laten zien. Even eraf slaan. Komt het wel weer goed. Ik zie hier, zie ik het pad waar ik normaal loop. Ja, en hier zit een sloot tussen. Dat dacht ik al. Ja, hier zit een sloot tussen. Dus dat gaat niet. Dus dan lopen we gewoon weer terug. Lopen we terug zo. Dan gaan we daar maar klimmen. Ik loop echt helemaal verkeerd. Ik heb gewoon echt een pad genomen. Wat gewoon een klein paadje was. Ik dacht, nou, dan kan je makkelijk wandelen. Nee hoor. Overwege schijt het er mee uit. Volgens mij kan je hier eruit, of niet? Even kijken. Nee, hier heb je ook geen pad. Oh. Zo, dit loopt wel heel erg. Weet je wat ik doe? Ik ga gewoon lekker teruglopen. Ik vind het helemaal best. Ik ben bang dat daar ook een sloot leg. Dus dat gaan we lekker niet doen. We gaan gewoon weer lekker teruglopen waar ik gelopen heb. Het zou wel handig wezen dat ik even kan vinden waar ik gelopen heb. Maar dat kan ik nou niet zien. Normaal zie je zo'n sleur zie je van, hey, er heeft iemand in het gras gelopen. Dat zie je nou niet. Hier wel, volgens mij. Nee, ook niet. Bizar. Echt bizar. Maar goed. In ieder geval. Ja. Lopen we gewoon zo weer terug. Zo, ik ben eruit. Kijk. Dat is mijn broek. Allemaal van die pleur. Van die. Van die polletjes van dit, hè. Van het mais. Ja, eens even kijken. Ik durfde het niet aan om dat te lopen. Kijk, nee, zie je wel. Er zit hier ook zelfs een sloot in. Dus, maar goed dat ik het niet gedaan heb. Nou, ik moet eerst even dit even verrot trappen. Ik trap het liever kapot, omdat ik erin ga staan. Dus dat gaan we even doen. Hup. Hup. Zo, we zijn eruit. Dan gaan we even kijken of we hier nog ergens een pad hebben. Of zit daar ook toevallig een sloot? Ja. Gek hè, dat je verdwaalt. Nou ja, verdwalen doe ik niet echt, maar... Ik weet in ieder geval dus dat ik dit niet meer hoef te lopen. Mijn schoenen zijn wel saik nat. Ja, ik ben niet echt in het water gestaan, dat niet. Wat een avontuur, jongens. Wat een avontuur. Ja, hier zit ook een sloot tussen. Zie ik er ook niet heen. Kijk maar. Kan ik het zo laten zien? Ik weet niet of ik het zo kan laten zien. En hier dat het een beetje zichtbaar is, maar daar is dus ook een slootje. Dus we moeten nog verder teruglopen. We moeten dus verder die kant op. Nou, ik vind het maar heel raar dat ze daar... iets gemaakt hebben waardoor je dus helemaal verkeerd loopt. Oh, hier een kale plek met een of andere drol leg hier nog. Gezellig.
Hier heb je wel een hier heb je wel een bruggetje. Nou, we hebben dat ook weer gedaan, hè. Het is wel een ontzettend mooi gebied. Alleen zou het even leuk wezen als ze voortaan eens eventjes een normale route maken dat je gewoon kan lopen. Maar daar zit dus een slootje hier, oh. Kijk, hier zie je het toevallig wel wat beter. Hier zit dus een slootje. Dus ja. Ja. Nou lopen we weer op het pad waar we normaal altijd lopen. Hier dus het slootje. Daardoor kon ik er dus niet uit. En daar de lichtmast. Maak het ook niet al te laat hoor, want ik wou nog even naar een derde locatie, maar ik weet niet of dat ik dat vandaag ga doen. Ik weet het niet. Ik ben een beetje, ja, een beetje uitgevlogd eigenlijk voor vandaag alweer. Ik wou even eigenlijk even, sowieso wou ik eventjes nog even het park in om een lekker te wandelingetje te doen. En ik wou nog sterkwartier opnemen. Nou, dat heb ik allebei gedaan. Zullen jullie wel denken van, hey, die vlog van sterkwartier heb ik nog niet gezien. Ja, die komt over 2 dagen. Ik heb even de boel even omgegooid. Want ik wou nog eventjes, dit wou ik even als eerste even online zetten. Om eventjes te laten merken wat mijn idee is hierachter. En dat er dus weer maatregelen, helaas. Ja, ze zeggen wel eens de goede mensen moeten onder de kwade lijden. Nou, dat is nu dus ook weer zo. Ja, het had allemaal heel leuk kunnen wezen met heel veel vlogs dit jaar. Maar ik heb geen zin om alleen te gaan. Ik ga niet een zaterdagavond in mijn uppie langs 6, 7, 8 kermissen. Daar heb ik echt geen zin in. Het is toch leuk als je een sidekick hebt met wie je kan kletsen en het er naartoe rijden. Ja, dat kan je gewoon niet alleen doen. Dat is gewoon niet leuk. Niet gezellig. En qua vloggen is het ook niet veel. Dan is, denk ik, toch wel de kwaliteit een stuk minder dan wat het was. En ik hou alleen maar van kwaliteit video's als het op de kermis aankomt. Dus ja, om nou te zeggen van ja, nee, dat vind ik nou niet echt tof. Dus dan moeten we het helaas op een andere manier doen. 15 minuten. Ben ik al aan het filmen. Ja, ik ga teruglopen. En dan ga ik lekker nog even naar huis toe. Ik denk dat ik die andere vlog een keer op een andere dag opneem. Ik heb een vlog. Ik heb hier wat gezien ergens in Hellevoet, in de buurt van Hellevoetsluis. Heb ik ergens wat gezien. En dat wil ik eigenlijk nog een keer filmen. Dat vind ik wel leuk om dat een keer te filmen. Maar dat gaat hem vandaag niet meer worden, denk ik. Ik ben helemaal bezweet. En ik heb geen poten meer over. Ik ben nou al moe. Maar ja, ik vond het wel even leuk om dit toch even op te nemen. En even te laten zien. Dit, ja, ik vond het wel heel erg leuk. We gaan weer terug naar de auto, jongens. Dat is hier al rechtsaf. Nou, zo ga je dus naar het Malle Bos. Maar het Malle Bos gaan we vandaag niet doen. We gaan vandaag linksaf weer terug naar de busbaan. En dan gaan we weer richting huis zien. Ik denk dat ik ook nog even wat vlogjes. Ik denk dat ik ook nog eventjes een livestreampje ga doen van GTA. Vanavond of vanmiddag. Moet ik nog even kijken. We zien het wel. Nou, hier is de uitgang.
En dan gaan we weer terug richting de auto. Zo, nou, dat was hem weer. Zo'n beest gevonden. Zo'n hooglander of zo is dat. Ik weet niet wat het is. Maar het is wel leuk om dat even te filmen. Dus voor de rest zie ik bijna niemand. Dat is de enige die ik gezien heb vandaag. Dus ja, in ieder geval was dit weer even een vlogje. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. En dan zou ik zeggen, jongens... ja, vond jullie deze vlog leuk? Doe dat duimpje de lucht in. Abonneer, support mij. Dat is heel erg belangrijk voor het bestaan van mijn kanaal. En dan ga ik jullie wel weer zien allemaal. En dan weet ik nog niet of dat ik de derde vlog ga opnemen vandaag. Anders ga ik dat denk ik volgend weekend doen. Nee, volgend weekend in ieder geval ook weer wat. In ieder geval, dat is wel zo. Want ja, nu de kermissen een beetje over zijn. Ja, moet ik toch wat. En dan ga ik maar weer lekker wandelen. In ieder geval beter dan thuis zitten. Ik heb nou al zoveel binnenvlogs de laatste tijd opgenomen. Dat ik er een beetje helemaal ziek van word. Dus dan gaan we maar weer lekker buitenvlogs opnemen. Ik zie mijn auto in ieder geval weer. En dan gaan we in de auto stappen. En dan gaan we lekker naar huis, denk ik. Dat is beter. Dus dan ga ik nog even lekker GTA aanzetten met een ijsje erbij. Ga ik lekker GTA aanzetten. Dan ga ik vanmiddag nog even lekker GTA spelen. Daar heb ik ook wel ontzettend veel zin in nou. Waar ik ook weer heel erg bezig mee ben is Rollercoaster Tycoon. Nee, Planet Coaster. Planet Coaster heb ik ook weer mee bezig. En weer bezig met een eigen park te maken. Dus nou, dat gaat ook gewoon door. Nou, ik bedank jullie allemaal en ik zou zeggen jongens, tot de volgende. Doei!